Yes, live bij Materialen Maandag. Ik ga eens even kijken wie er met mij mee komen kijken. Even kijken, ik krijg mijn statiefje niet helemaal goed. Het is echt altijd weer een gevecht. Nou, ik ga jullie eerst maar gewoon eens even aankijken om te zien wie er live komen. Nummer 1. Kitty! Je had het al in je agenda staan. Hallo! Ingrid, welkom, welkom! We gaan lekker mixed media in. José, hi hi! Superleuk! Nou, daar komt de vierde al. Saskia, hallo! Nou, jij hebt allemaal van die mooie papieren ook gehaald. Ik wacht gewoon nog heel eventjes. Ik weet eigenlijk niet, op mijn klok is het bijna 7:30. Eens even kijken of meer mensen het meegekregen hebben. Vorige keer vond ik het wel heel leuk. Het was echt ploep, 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 ploep. Er waren zo'n 30, 40 mensen of zo. Maar we zullen het zien vanavond. Het leuke is altijd van een Facebook Live is dat je lekker terug kan kijken. En... ik heb wat voorbereidende dingetjes gedaan, maar het ligt hier helemaal vol. Hoi Maria! Dus het ligt hier helemaal vol met spullen, want vooral papier, ja, daar is heel veel van. Dus dat ga ik jullie zo meteen allemaal vertellen, van wat doe je er nou eigenlijk mee? Dus, we kijken wie er nog meer meekijken. Nien, welkom. Dus pak wat te drinken voor jezelf. Misschien wat lekkers even erbij en dan gaan we zo beginnen. En ik denk dat ik mijn camera gewoon maar zo meteen zo houd. Want ik heb een redelijk een langwerpig paneel voor me liggen. En dat is denk ik dan net zo even wat beter te zien als dat ik helemaal ga draaien. Ja, welkom, welkom. José, hoi, hoi. Ja, je hebt al een heel pakketje klaar liggen. En wie weet zeg je zo meteen, ik wil nog meer. Al moet ik zeggen, een aantal dingen staan niet helemaal, en dat ga ik zo vertellen hoor, niet helemaal op mijn winkelsite. Want het is ook zoveel om toe te voegen. En dit is dan ook nog weer een site met tissue paper. Waarbij je eigenlijk, dan heb je zo'n piepplaatje, kan je het niet goed zien. Dus dan moeten we ze eerst zelf nog vergroten. Nou, dat is niet te doen. Dus ik kijk even wie er nog meer online komen. Online, live. Marijke, hoi, kom je ook lekker meedoen? En je kan natuurlijk altijd even terugkijken, hè? Maar mijn missie is jullie te inspireren. En ik vind het natuurlijk altijd hartstikke leuk als er na die tijd wat... Ja, dat handgeschepte papieren ligt hier ook. Ja, toch mijn webwinkeltje ook een beetje te promoten. Hè, maar het leuke vind ik eigenlijk, ik heb zoveel techniekkennis. Ik doe inmiddels, ik denk al bijna 27 jaar aan mixed media. Hey Sita! Ik zie jou woensdag hier weer. En in die 27 jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. Want het grappige was, vroeger werd er altijd gezegd hè, met dingen opplakken. Ik begon ooit dus met... tissuepapier. Hey Corrie, hi hi. Nee, ik begon ooit gewoon met dat blanco tissuepapier van alles mee te doen. En dan werd er gezegd, ja, nou ja, het is niet helemaal kunst en bubbeltjes plastic. En het grappige is, nou kan en mag alles. Maar goed, dat betekent ook dat er natuurlijk door heel veel ontwikkelaars, noem ik het maar even, en fabrikanten van alles wordt gemaakt... waarbij je eigenlijk soms door de boom het bos niet meer ziet. En daar is een beetje de Materialen Maandag voor, om jullie daar wat inzicht in te geven. Greetje, welkom. Ik zie je inmiddels met 16. Misschien komen er nog wat mensen bij. Marga, welkom. Nou, en het leuke is, eigenlijk zie je achter mij deze giraffe. Hij is nog niet helemaal af. Hij staat ook nu een beetje in het donker, hoor. Maar daar zit bijvoorbeeld een hele onderlaag bij, zoals ik dat zo meteen met jullie ga laten zien... Dus je kunt, hoi Andrea, en je kunt alle kanten ermee op. Dus ik kan natuurlijk niet van alles laten zien, maar een beetje en wat tips geven. En dan kunnen jullie ook gewoon vragen tijdens deze avond, als je denkt, hoe doe je dat dan? Of wat kan ik er dan mee?
Ik ga beginnen met gewoon wat te vertellen over de verschillende papieren. Hè, vorige keer had ik eigenlijk een beetje combinatie gepakt van wat technieken als de woodstain met wat rijstpeper. En ik krijg best veel vragen dan, hè, van, maar rijstpeper, wat is dan het verschil met tissuepaper? En kan je ook de wat goedkopere tissuepaper daarvoor gebruiken? Dus ik denk, ja, daar is best veel verwarring over, of nee, nog onwetendheid misschien. En er zijn natuurlijk ook heel veel soorten tissuepapier. Ik heb een beetje een loopneus. Die ga ik maar ondertussen even deppen. Het is een klein beetje fris hier in het atelier. En ik wilde de kachel nog aandoen. Maar ondertussen was mijn zoon Dylan, die wilde hier ook nog even knutselen. Dus we hebben nog even gespeeld met alcoholinkt. Dus ook een leuk thema voor een keer om allerlei inkten daar de verschillen te laten zien en wat mee te doen. Dus de verschillende soorten papier. Ik begin even heel simpel. Krantenpapier. Gewoon, hè, wat je binnenkrijgt gratis en voor niks. Maar hoe leuk is dat als je dat uit verschillende landen kan halen. En ik verkoop natuurlijk ook regelmatig edelstenen in. Of regelmatig, maar in ieder geval vaak 1-2 keer per jaar koop ik een hele grote partij. Omdat ik dat ook zo leuk vind hier in het winkeltje. En dat is vaak wel echt om te voelen. Al moet ik zeggen, inmiddels online kan dat ook wel. Maar dat laat ik aan anderen over, die daar ook heel goed in zijn. Dus bijvoorbeeld deze, ik weet niet of je het een beetje kunnen zien, is een... volgens mij is dit Braziliaans. Ik heb Argentijns, Portugees, Arabisch, Tibetaans, Chinees. En wat dacht je van... Oude, dit is een boekje. Ik heb even andere boekjes gepakt. Maar afgelopen jaar, en dat weten een heleboel van jullie ook, want ik mocht op een gegeven moment voor een heleboel van jullie mocht ik inslaan, heb ik in Frankrijk allemaal van die markten en van die, hoe noem je dat? Een soort van die allemaal vintage-achtige dingen. En het leuke is dat je moet echt zoeken, want soms kost zo'n boekje zo €50. En kijk, deze is met goud. Ik ben echt helemaal weg van. En dan koop je gewoon zo'n boekje voor €5 of zo. En het is dan uit... Er zit zelfs marbled helemaal in. Echt zo oud. En deze is volgens mij... Ja, het staat hier en daar er wel in. Maar... 1929. Ja, hoe gaaf is dat? Ik vind het alleen al lekker om zo... erin te voelen. En haast zonde om te scheuren. En dit is dan weer een andere... Ja, maar ik hou wel heel erg van de Franse taal. En dan is het leuk, dan kom je bijvoorbeeld in zo'n oud boekje. Er zit er iets in van een lezer. Ik had op een gegeven moment ook... Ik heb volgens mij nog een paar, die zal ik ook laten zien. Maar dit is meer wat je gewoon kan verzamelen. Ja, die liefdesbrieven, laat ik zo zien, zijn er nog een paar van. Maar ook muziekpapier. En ik heb hier ook in... als ik wel eens in de buurt van Alkmaar kom... Daar zit in de Rijp zit een hele leuke... opkoper van ook oma spulletjes. En die, die heeft ook echt muziekpapier, ook vrij oud. En dan heb je gewoon een boekje voor €1 of een paar pagina's voor €0,50. Dus dat is sowieso al heel leuk om te gebruiken. Ik heb dat, wat dingen heb ik hier al neergelegd, daar ga ik zo mee werken. En niet alles, dat past er niet meer op. Dat leg ik even weg. Dan inderdaad wat José net zei. Heb ik nog een box. De liefdesbrieven. Moet ik even zien of dat überhaupt nog erin zit. Die konden ook wel eens op zijn. Nee, die zijn op. Ik heb er zelf nog een paar. Maar ik had dus echt liefdesbrieven uit de Tweede Wereldoorlog gescoord. Ik weet niet hoeveel. En ze kosten overal daar op straat rond €1, €2 per brief. En ik was... ik had ook wel een beetje gepingeld. Dus ik verkocht 2 brieven, zelfs met envelop, voor €1. Maar van die oude stash, volgens mij... Oh, er is alleen deze nog over. Nog 1 boek. Uit... wat is dit? Ja, echt leuk. Er zitten allemaal nog plaatjes in. Maar eigenlijk, dat moet je echt hier zien om te zeggen, vind ik het leuk. Dit is een laatste, die is €6. Er zitten allemaal nog pagina's in. Van alles.
Maar er wordt dus ook veel gewoon nagemaakt. Oh, nog meer. Lisbeth, hoi. Judith, leuk dat jullie kijken. Ik ben even een beetje de basis van de papieren aan het uitleggen. Hè, dat ik nu net de krant, papieren en hè, oude liefdesbrieven, oude boeken. Dat is natuurlijk heel leuk om als basis te gebruiken. Maar wat bijvoorbeeld heel mooi is, en deze zijn bijvoorbeeld even silkpaper. En daar zijn gewoon brieven op geprint. Of, ja, het zijn verschillende. Dit is ook een hele mooie. En engeltjes. Dat is silkpaper. De helft valt eruit. Met, hoe noem je dat? Chinese teksten. Het is allemaal ja, iets prijziger. Even kijken wat er nog meer van is. Het is allemaal die Chinese. Hoi! Ja, het is best lastig om zo te laten zien. Maar om een beetje aan te geven. Dit is ook met een soort postzegels erop. Die zijn 3,95 geloof ik. Dat is echt gemaakt van zijde. En je kunt ze weer gladder strijken hoor. Want ik hoe heet dat? Ik verstuur ze natuurlijk ook vaak even iets gevouwen. Dit is weer wat anders. Daar gaan we het niet over hebben. Dus deze leg ik even aan de kant. En dan zal ik er zo ook eentje. Ik heb er eentje gepakt al. De engeltjes. Om zo te laten zien hoe je... Ja, van zijde. Silkpaper. Dus het is echt van zijde gemaakt. Dus het voelt ook heel glad. Maar het is van de vezeltjes geperst. Dus het is glad. En niet... ja, stof is natuurlijk... stoffig. En dit is wel echt, je hoort het, hè? Echt papier. Dus dat is silkpaper. En dan komen we uit op ricepaper. Ricepaper is wat we natuurlijk vorige keer, en ik weet niet of jullie het allemaal gezien hebben, maar de ricepaper, dan heb je allerlei motiefjes, die staan ook allemaal op mijn site. En op de achterkant kan je zien al die vezeltjes. Dus dat is van rijstenplanten gemaakt. En daar zit dus een bedrukking op. En er zijn inmiddels een aantal bedrijven, zoals dit. Ik heb ze van Stemperia. Je hebt nog een merk of 2, 3 die ze inmiddels ook maakt. Is prachtig papier. Als je het vergelijkt, zo'n A3, 3,95. Deze A3's zijn 3,60 en 3,90. En de A4's... heb ik nu een aanbieding, maar die zijn zeg maar 2 euro. He, maar als je de 6 koopt, krijg je de 7e gratis. Dat is dus wel wat kostbaarder papier. He, dat is echt ook van zijde van rijst. Is een andere bewerking natuurlijk als gewoon tissuepapier. Dus dan kom ik op het tissuepapier uit. En dit is bijvoorbeeld een hele grappige. Die heb ik gewoon bij een groothandel vandaan met eten. Dus die zijn iets van 30 cent. Maar er zijn ook wat luxere. En daar zijn, ik heb zelf 3 soorten tissuepapier. En tissuepapier, kijk, je kan het wel, het is heel fijntjes. En dit is ook geweldig als ondergrond. Helena, je bent ook even erbij. Leuk. En ik zie Jolanda. En het leuke is van dat tissuepaper, dat dat in allerlei leuke motiefjes... En het is dus wat goedkoper hè, als die andere papieren. En ik zal even wat pakjes laten zien. Om te laten zien, ik heb het dan van Craft Consortium. Maar dit soort dingen is echt super als achtergrond. Ik gebruik bij mijn epoxy workshops bijna onder al mijn schilderijen zitten dit soort patroon. Ik ben zelf heel erg weg van deze. Maar hoe gaan we dat hè, om wat kleuren tinten bij elkaar te gebruiken? En wat dacht je straks ook een beetje voor kerstkaarten bijvoorbeeld. Want het gaat ook perfect op papier. Dus dat ga ik jullie ook nog laten zien. Hè, dit is ook een hele mooie. Volgens mij is dit zelfs mijn laatste. Er zijn een aantal laatste bij, maar ik laat ze gewoon even zien. En dit zijn 3 velletjes zitten er in zo'n pakje. Hè, dit is ook een hele leuke. Maar allerlei bloemenpatronen. Nou, dit is weer een hele leuke houtnerf. Je kan natuurlijk een oude landkaart gebruiken, maar dit is al wat dunnere landkaart. Ik zie mensen nog steeds online komen. Leuk! Rineke, Monique. En bloemen. Deze zijn 3,50. En deze zijn 2,25. Die zijn wat dunner.
Helemaal goed, Helena. Dit zijn pakjes, zitten meerdere kleuren in. Daar zit bijvoorbeeld ook deze in. Ja, en nog een aantal andere. Deze is ook ontzettend mooi. Ja, maar daar zit ook eentje bij met, ja, die is ook gaaf, met van die vogeltjes. Dit is een, deze zijn volgens mij 4,50, maar er zit wat meer in. Zitten er zelfs 8 in. En deze is de duurste, die is 4,25. Er zitten ook 3 vellen in. Volgens mij zijn die wel iets groter. Hier zit zelfs goud bij in. En ja, wat dacht je van dit? Zo'n boomschors. Gewoon stukjes van gebruiken. Of ja, het zijn super ondergronden. Dus dit is echt in van alles te koop. En ik heb zelfs nu 5 pakjes halen, 4 betalen. Dus, en dan de goedkoopste krijg je gratis. Dus, dat is dat. Dus ik heb hier een hele bak liggen. Even maar wat op schoot doen. Dus we hebben het zaterdag ook gebruikt. En dan zie je dat allemaal dit soort stukjes blijven over. Dat is natuurlijk super om gewoon kleine projectjes mee te maken. Allerlei soorten tegeltjes. En dit is weer die landkaart. En het leuke is, dat ga ik zo laten zien. Als je die landkaart, die is een beetje doorzichtig, bijvoorbeeld over tekst heen plakt, komt die tekst er weer doorheen. Dus hoe gaaf wil je het hebben? Nou, dus dit is oneindig. Ik denk dat ik nog wel 60 verschillende soorten heb. En natuurlijk kan je ook gewoon wat dikker papier gebruiken. Dit is een soort craft paper, wat ik in pakjes verkoop. Ik moet zeggen, te dik papier vind ik met deze techniek niet heel fijn. Maar deze zuigt het nog wel eens de medium lekker op. Dus eigenlijk, ja, je kan natuurlijk van alles proberen als het maar niet te stug is. Dus ik ga zo lekker graaien even hierin. Maar kijk, dit is ook een hele mooie. En nou, ik kan hier de hele avond mee doorgaan. Dit is een hele mooie. Dit is een hele mooie. He, maar ik ga dingen laten zien. Behalve nog één ding. Vergeet ik bijna het handgeschepte papier. Want het handgeschepte papier heb ik in meerdere... hebben jullie eigenlijk al even een beetje mee kunnen krijgen. Denk ik mijn live ook van het weekend nog even. Ik heb zelf een boekwerkje gemaakt met allemaal verschillende erin. Maar je kan natuurlijk ook stukjes wat we nu gaan doen, gaan we scheuren. En plakken en knippen. Maar je kan ook van grote stukken een art journal maken. En ik wou zo meteen een stukje gaan beplakken om ook dat te laten zien. He, dat je weet van, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. He, maar als ik bijvoorbeeld van het handgeschepte papier, dit is echt batik. Ja, dit is heel dik. Dat vind ik niet zo mooi om te gaan scheuren. He. Dit is bijvoorbeeld wel mooi om een stukje uit te knippen en plat op te plakken. Ja, maar wat bijvoorbeeld wel weer een hele leuke is, he, echt met zo'n patroontje. He, bijvoorbeeld die met die glimmer. Of deze met de glimmer, om daar gewoon stukjes van te gebruiken. Even kijken. Hoi Joke. Jeanette. Nou, dit is ook een hele mooie. Ik heb al een scheur. Maar je, hè, dit is ook allemaal over het algemeen wat lekker soepel. En dit is ook allemaal van vezels van een bast. Van een of andere boom op de Himalaya gebergte. Waarbij ze dus stukken afschrapen. En het groeit gewoon weer aan. Dus de achterkant kan je ook echt vezeltjes zien. Nee, ik heb ontzettend veel hier even verzameld. Omdat, ja, een creatieproces laat zich niet zomaar van tevoren sturen. Dus ik heb ook nog geen idee precies wat ik ga doen. Ja, maar wat bijvoorbeeld wel al even leuk is om te laten zien. Is, dit is een heel junk journal. En hier zie je dus ook allemaal van dat papier onder. En ik ga het zo meteen ook ongeveer zo bewerken. Hier zit nog een oud kleedje op. Helemaal een beetje te laten zien. Even wat pagina's. Je kan het wat meer vintage maken. En dan zie je dus eigenlijk, dit is rice paper. En eromheen is gewoon zo'n oude krant. Dit is weer silk paper. En dit is weer een achtergrond, een kaft van een oud boek. Hier zie je een stuk stof. Lutrador, die zat dan in de online cursus. Maar daar zit dan weer rice paper op. Hier een hele ondergrond met is gewoon een 200 grams aquarelpapier.
Hier zit nog krant onder. Oude landkaarten. Ik heb daar opgeschreven. Dus dit ga ik zo eens even een beetje doen. Je ziet wel, ik heb wat van die hartjes erop laten vallen. Mooi bling bling. Dus nou ja, en heel veel verder ben ik nog niet. Want het is iedere keer een stukje deze nog. Hè? Maar hier zie je ook een stukje stof. Er zit van alles achter. Ja, dus eigenlijk is dit oneindig. Deze heb ik net in elkaar genaaid. Dat is ook zo'n stukje met allemaal. Ik zit een beetje te kijken, zo'n oude brief. En je ziet ook zo'n oude brief heb ik nu erin geplakt. Maar dat ik, of ingenaaid. Dat ik denk, ja, wat zal ik nou eens verder daarmee doen? Dus ik moet hem eigenlijk nog een stukje afscheuren. Dus je kan echt van alles gebruiken. Maar ik moet wel zeggen, bij wat ik nu ga doen, vind ik toch wel al die beetje kleurtjes het mooist. Hier zie je ook, dit is ook nog een kaf, daar moet nog van alles mee gebeuren. Dit is nog ruwbouw. Tissuepapier, oude krant, of een oud magazine, tissuepapier. Dus al die laagjes, een stukje van die liefdesbrief weer, zie je hierin terug. Een oude krant met Tibetaanse geschriften, of wat is het? Iets oosters. Tissuepapier, ricepaper, een stukje van een doekje van mij. En dus ik ga de camera even draaien en dan moet ik even kijken, want ik heb al wel wat dingen uitgeknipt, hè, van het handgeschepte papier met relief. Dus ik leg het maar even gewoon allemaal om me heen. En dan even een stapeltje maken. En ik heb voor me liggen een hardboard. Gewoon een MDF plaat. Ik gebruik deze tegenwoordig heel veel. Gewoon van de Gamma. Je moet ze wel even op maat laten, zagen. Dus als je gewoon een Gamma pas hebt, dan kost dat niks. En ik bewerk ze even helemaal met Powertex. Meestal pak ik even ivoor of wit. Maar je kan natuurlijk ook gewoon gesso gebruiken. Alleen, ja, ik heb natuurlijk liters Powertex, hè, omdat ik daar ook veel mee doe. Dus daar zeep ik hem lekker twee keer mee in. En vaak de zijkant ook nog een beetje. Maar ik weet nooit wat ik met de zijkant ga doen. Hè. Soms plak ik het eroverheen. En soms kleur ik die later ook gewoon, maak ik die helemaal zwart. En ik ga even de camera draaien, want mijn laptop doet het nog steeds niet. Dus ik kan niet meekijken. Dus ik moet een beetje half-half. Maar ik dacht, als ik hem nu gewoon zo doe en dan kijken jullie niet letterlijk met mijn handen mee. Alhoewel, ik kan even kantelen. Nog een keertje kantelen. Maar meestal is de bocht dan iets te laag. Dus ik moet even kijken of jullie het kunnen zien. Waarschijnlijk net niet het hele paneel, maar dat geeft niet. Ik zal hem een beetje schuiven. Ja, dit is beter, hè? Dan kunnen jullie echt met mijn handen meekijken. Ik ga weer de allround medium gebruiken. Hè? Dat is mijn, dat zeg ik wel eens. Hè? Ik eet het nog net niet op, maar ja, ik doe dat echt bijna. Ik heb ze in liters en halve liters. Je kunt het gewoon zo in een bakje doen en met een kwast. Maar dat heb ik natuurlijk al eerder laten zien. Dus ik ga het nu gewoon zo hartsenflats opbrengen en met het paletmes smeren. Jullie zien hier, want ik hou hem dus, ik wil hem, dit is onder, dit is boven. Hè, maar voor jullie om mee te kijken is het even handiger om op deze wijze te doen. En dan eens even kijken, dit is mijn onder en dit is mijn boven. Het is ook eigenlijk helemaal niet erg als je tekst op de kop zit. Hè. Ik zeg dat wel, ja, goed te zien, super, nou mooi. Ik ga gewoon op wat plekken, ga ik wat medium smeren. Nou, ik heb hier nog wat uiltjes. Medium eronder, medium erover. Nou heb ik alleen niet zulke handige mouwen aan. En ik wissel het wel een beetje af, want ik heb hier natuurlijk onwijs veel liggen nu. Met krantenpapier, omdat dat zo leuk is, om daar dus een beetje dat doorzichtige overheen te leggen. En je ziet hoe makkelijk het gaat.
Dus je werkt ook zo hele stukken af. En doordat je... het kan uiteraard op een canvas. Alleen je ziet op zo'n glad paneel gaat het dus veel sneller en... ja, ben je wat zuiniger met je medium. Het maakt helemaal niet uit hoe het erop komt. Beetje dakpansgewijs breng ik het stukje voor stukje breng ik het op. En dan zie je al dat ik heb nu, dat is wel een beetje veel. Nu voornamelijk even tissuepaper en de goedkopere. Ik zal zo ook, ik laat ze allemaal zien. Nou, en hij schiet steeds helemaal niet erg. Komen er nou bobbels onder? Die probeer ik wel even glad te strijken. Te veel bobbels is niet mooi. Dus ook niet later als er veel laagjes overheen komen, is dat ook niet handig. Even kijken, net gemist welk medium. Het medium is allround medium van Acolor. En dit is een semi-gloss. Dat wil zeggen dat hij dus wel iets blijft glimmen. Maar ja, ik hou daar wel van. En als je ziet, een liter is 14,50 en een halve liter 9,50. En als je bijvoorbeeld ziet, hè, ik gebruikte ook een tijdje die kleine potjes van DecoArt. En op zich, die verkoop ik ook wel. Maar dan heb je een potje voor 4,5 euro. Dus dan zie je eigenlijk hoe goed een deal dit is. Oh. Dit is de voorkant. Ja, want je ziet hoeveel ik eigenlijk nu al opplak. En hoe mooi doorzichtig het ook wordt. En het maakt niet uit als het één cacophonie aan kleur wordt. Dit is zo'n leuk tegeltje. Ik zal even kijken, maar ik moet op de kop lezen hoor. Is dit hetzelfde als gesso? Nee, absoluut niet. Gesso is, die heb je ook in clear, maar gesso is een primer. Wat eigenlijk wil zeggen, dat zou je kunnen gebruiken als je het hout wil laten zien van je MDF paneel. Dus een primer wil eigenlijk zeggen, als je kijkt naar als je muur gaat schilderen, in bijvoorbeeld een knalkleur, dan moet er ook altijd een primer onder. Hè? En dat doen we dus ook, dat is ook de gesso. Nou, dit is bijvoorbeeld de rice paper. Hè? Kan je zien dus aan dat nerfje. Die plakt echt heel anders. Die integreert dus meteen. En die gebruik ik dus hier minder snel voor. Want je ziet eigenlijk dat hij niet zo tot z'n recht komt. Als dat hij doet als je hem alleen gebruikt op een wat, wat rustige ondergrond. Kijk, ik heb hier ook nog een heel mooi zo'n kaft. Is eigenlijk aan de ene kant zonde om hem te scheuren. Nee, die ga ik ergens in zijn geheel op gebruiken. Dus even een ander stukje. Dat is ook. Dat heb ik zo van nu voor me liggen. Nou, die is misschien ook wel even leuk. De silica paper. Silkpeper is ook een beetje doorzichtig. Dus het leuke, hè, als ik die bijvoorbeeld weer hier overheen plak. Oh, en dan gaat het stukje mee. Niet erg. Dus je ziet dat roze daar nog een beetje doorheen. Ik zal hem even iets verplaatsen nu ik naar deze kant ga. En hier heb ik nog een leuk stukje muziekpapier. En het leuke is over die goedkopere die je gewoon bij de kringloop haalt. Om daar dus die luxere tissuepapier bij te gebruiken. Dus hier heb ik nu nog zo'n reepje. Nou, gaan we deze even erbij plakken. Ik kan er meteen de hoek om plakken. Maar ik kan ook zeggen ik laat hem even los. En ik scheur hem later. Scheur ik hem. Even kijken, dit is nog wel een mooi stukje. Dit is wel een... die kan nog hier. En het leuke is, je kan het gewoon met je paletmes allemaal verplaatsen. Ik zit even te kijken, er wordt nog meer gevraagd. Ik moet even op de kopje kijken, José. Bijna
alles wat ik maak. Ja, met dit medium. Ja, jij bent ook inmiddels groot verbruiker. Laagje eronder, laagje erover, hartse flats en het zit vast. Ja, maar je ziet al, het werkt gewoon snel, lekker. Ja, ik word er gewoon heel erg blij van. En vooral dus op zo'n paneel zie je al wel dat het glad en snel werkt. En als je dus merkt, oh wacht, daar zit niks, kan je ook de onder even smeren en de over. Nog een stukje hier. Nou, zo werk je gewoon een heel paneel af. Ik merk nu dat het, als ik in mijn eentje werk je ook wel snel. Maar ik heb het niet in de gaten. Nu, ik wil jullie ook niet steeds te lang laten wachten. Dus misschien is het handig dat ik zo op een vel die al klaar is, om daar op verder te borduren. Even kijken, wat wordt er nog meer gevraagd? Is dit gelijk aan decoupagelijm? Dat ligt er aan welke decoupagelijm? Wie komt er binnen zeilen? Hoi, Nettie! Ja, leuk! Decoupage is ook een soort lijm, maar het ligt een beetje aan van welk merk. Want je hebt echt verschillende types decoupagelijm. En kijk, en zo'n reliefje van zo'n stukje wat daar net per ongeluk afbrokkelde, ja, dat vind ik alleen maar leuk. Kijk, en als je daar dan weer, hè, bijvoorbeeld die vissen, even een randje eraf halen. Als je die vissen weer overheen plakt, dan zie je dus en dit en dat en het bobbeltje. Dus ja, ik ben erg weg van dit. Dit is andersom. Even kijken, South Atlantic Ocean. Nou, die mag over dit stukje heen. Nou, dan zie je dat dit al aardig indroogt. Dus een klein beetje medium weer erover. En gaat hij dan de onderkant los. Hè? Dan mag ook daar weer wat over. Hè? Maar zo'n stuk een beetje half over mijn muziekpapier. Hè? Half over mijn andere papier. Nou, ik kan echt uren plakken zo. En dit is gewoon zo lekker om te doen. Omdat je gewoon niet nadenkt, en dat is natuurlijk echt mijn ding ook met de creative coaching, hè, uit je hoofd, in je gevoel en gewoon maar doen. En zonder oordeel, hè, dat je niet te streng bent voor jezelf. Hè, want het is gewoon genieten en je mag genieten. Kijk, en allemaal kleine stukjes ook van de zaterdag workshop nog. Dat vind ik zo zonde. Deze is trouwens, hè, wat ik al net ook even zei, die is zo gaaf. Want als je daar overheen weer een, bijvoorbeeld zo'n transparantere pakt. Even kijken hoor, niet een al te transparant. Heb je nog een transparante liggen? Ja. Kijk, bijvoorbeeld dan nog weer even zo'n veertje. Hoor, een beetje zo. Hoe gaaf is dat? Dus die krekkel zit er gewoon nog achter. Nou, misschien nog een stukje roze. Een stukje roze hier, een stukje roze daar. Het maakt allemaal niet uit. Dan denk je, wat ga je hier nou in godsnaam mee doen? Oh, wat trouwens ook een hele leuke is. Die heb ik. Nou, die zie je dus hier. Dat zijn echt ook uit 1928, 1930. Oude, daar heb ik een hele partij van opgekocht. Ik zag ze op eBay staan voor $25. Ik heb er nog een aantal, die verkoop ik voor €3. En zullen ze zeggen, ja, die is gek, waarom zet je het niet zelf op eBay? Nou, dat is gewoon tijdgebrek. Dus mocht iemand zeggen, wauw, die wil ik nog. Nou, José, jij hebt die ook. Dus jij kan vertellen hoe gaaf die eruit ziet. En, dit is ook leuk, hè.
Oh, maar het is heel dun tissuepapier. Dus het, het weegt niks. Het verwerkt gewoon heel lekker. En vaak neem ik ook allemaal van dit soort restantjes neem ik mee op vakantie. Om lekker in mijn art journals te plakken. Nou, dit is in ieder geval het paneel. Laat ik even drogen. Dan ga ik nog even een andere laten zien. Want dan hebben we bijvoorbeeld dat handgeschepte papier. En hè, hier heb ik dus dat boek van gemaakt. En jullie zagen net hè, mijn boeken die ik opensloeg. Wat ik daar zo'n beetje dan in doe. Dus dit is nog maar gewoon papier. Hè. Dus er kan van alles opkomen. Ik kan erop tekenen. Hè. Zo'n klok past bijvoorbeeld hier ook fantastisch. En dan een beetje vintage maken. Hè, maar zo'n kaft is natuurlijk zo ook best saai. Dus wat ik kan doen. Even kijken. Deze past bijvoorbeeld mooi, maar ik wil dan niet letterlijk... Hey Diana! Ik ben net lekker aan het smeren geweest, zoals wij zaterdag ook hebben gedaan. Dit kan ik natuurlijk zo opplakken. En dat is wel wat heel veel... een beetje de ja, als je basisdingen wil doen. Maar ja, dit, hè, hartstikke leuk opgeplakt. Maar dan heb je gewoon een ding van iemand anders. Dan kan je net zo goed een map kopen, toch? Dus hoe leuk is het om... En ik kan hem natuurlijk netjes knippen, maar... Eens even denken, wat ga ik hiermee doen? Nee, ik ga hem toch scheuren. Ik vind bij scheuren, weet je eigenlijk nooit... Heb je eigenlijk geen controle, weet je niet helemaal... Nou ja, wat er nou gaat gebeuren. En... ja, ik vind eigenlijk de hele tekst hartstikke leuk. Maar wat ik ga doen is... De rest bijvoorbeeld voor de achterkant gebruiken. En je ziet al, rijstpeper scheurt iets lastiger vanwege dus die korreltjes. Zo. Oh, en daar ging het roosje door de midden. Maar die kan je natuurlijk zelf altijd bijschilderen. Dus, en... ja, ik doe het denk ik maar even gewoon zo. Kan ik ook weer met mijn paletmes, maar je kan ook zeggen, ik pak een kwast. Medium eronder, medium erover. Dat is echt mijn motto. En deze techniek zo met het paletmes heeft Jenny Grant op een gegeven moment hier laten zien. Want ik doe eigenlijk altijd alles met een kwast. En dan ben je veel langer bezig, want hij zit vast nu. Even kijken hoor. Nettie, wat vraag je? Van welk merk? Je bedoelt het medium of het handgeschepte papier? Medium is A-Color. Dus die koop ik zelf groot in. Rice paper is van Stamperia. En even een doekje. De tissuepapier ja, is eigenlijk verschillend. Craft Consortium is deze dus. Nou, bijvoorbeeld hier hè, een leuke... En je ziet, het trekt dus sneller. Hè, zo'n paneel is natuurlijk gesield. Dus je ziet dat hier het medium gewoon sneller intrekt... Als net op zo'n andere ondergrond. Dus hier moet ik ook een beetje oppassen dat ik niet pagina's aan elkaar ga kleven. Ja, dat ik echt hier één geheel van maak. Dus dan zie je dat al die papieren gaan zo mooi samen. Eens kijken, zit hier nog wat op? Nee. Dus kijk, dit is weer hartstikke leuk voor van die restjes. Ja, dus de restjesbak. Ja, als je nou zegt, ja, ik vind hem toch, ik noem het hè, hier een beetje saai. Hop. Dus zo maak ik vaak van zo'n boek ook gewoon een feestje. Of stukjes die een beetje mislukt zijn. Voor
douchen. Ik zo. Even kijken hoor. Ik heb hier nog wel een leuk stukje ook met die visjes. En dat vind ik dus het leuke wat je ziet met dus dat tissuepapier. Dat, kijk, als ik het dus weer dakpansgewijs, dan zie je dat het wit langzaam oplost. Hè? En hij echt, het ligt wel een beetje aan de verschillende hoor, maar luchtbel, hè? Luchtbellen probeer ik echt eruit te krijgen, want dat wordt niet mooi. Ja, maar je ziet hoe die al mooi integreert, hè, in de achtergrond. Ja, maar je kan natuurlijk van alles doen, want dit engeltje had natuurlijk ook hartstikke mooi hier opgepast. Dus zo verwerk je het eigenlijk op van dat handgeschepte papier. Want je ziet, hè, het merendeel van dat papier is wel wat dikker. Ik weet niet meer wie van jullie nou deze in... Er was er een in het paars en het groen en oranje. Maar dan zie je dus een beetje wat kan je er mee doen. Dus hier heb ik nu een begin mijn boek gemaakt. Ja, ik zie dat dit niet helemaal vast zit. Maar... Laat hem eerst maar even drogen. Dan leg ik die weg. Ga ik even mijn art journals laten zien. Je kan natuurlijk ook trouwens een oud bankpasje gebruiken, hè, voor, in plaats van zo'n paletmes. En ja, gewoon schrapen. Dit is bijvoorbeeld een pagina met allemaal kleine stukjes. Dus wat ik net eigenlijk heb gedaan op het grote paneel, zijn dit allemaal stukjes. Wat ik op een vakantie, zeg maar, er zit nog een krant van Ibiza. Hè, maar ze waren ook allemaal restantstukjes, ook van de cursisten. Nou, als je ziet, hè, dan heb ik gewoon een aantal pagina's gedaan. Hè, en nou ja, hier zie je dus zo'n rice paper op een soort gerolde achtergrond. En hier zie je dat eigenlijk van alles in zit. Dus zowel tissuepapier, veren, blaadjes uit de tuin. En dan komen we dus eigenlijk op die vervolgtechniek. Hier zie je vooral tissuepapier en wat pakpapier. Hier ook tissuepapier en nog bladzilver. Hier ook stukjes tissuepapier. Hier ook een combinatie met wat andere pagina's. Even kijken. Dus, even te denken wat handig is. Dan kun ik toch even mijn grote paneel gaan pakken. Anders kan ik het jullie verder niet laten zien. Dus die moet even drogen. En dan ga ik even maar de helft doen. Ik zit even naar de tijd te kijken. Ja, ik moet hem even drogen. Dus als jullie ondertussen nog vragen hebben, stel ze. Stil aan de andere kant. Nou, hij is nog niet helemaal droog. Maar ik ga wel even wat laten zien. Wat een mooie... Hè, want dit is nu een cacophonie aan kleur. Hè, dus als ik hem dan uiteindelijk zo zou willen gebruiken. Helemaal, hè, in de lengte omhoog. Dan... dat is gewoon too much. Even kijken.
Ja, mooi koffie gepakt. Goed plan. Ik neem nog een slokje thee. Maar dit zijn gewoon geweldige ondergronden. Ook hè, wat ik zeg voor mijn art journal is ook 200 grams papier. Ik heb meerdere ondergronden, of hetzelfde soort ondergrond, maar daar doe ik verschillende dingen op. Dus ik wil jullie een beetje laten zien wat ik met mijn giraffen achter mij heb gedaan. En ineens heb ik blauw, waar dat vandaan komt. Geen idee. Maar wat ik doe is eigenlijk even een klein beetje, en je kan allerlei kleuren gebruiken hoor. Maar ik ga een beetje nu een off-white maken. En ook dit is gewoon acrylverf die wat dunner is. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je eigen acrylverf gebruiken met een beetje water. En ik mag dat gewoon heel graag met mijn handen doen. En dan denk je, oh zonde! Maar ik maak zowel rust in de tent. En nog steeds zie je alles er doorheen. En je kan gerust, als dit weer droog is, kan je weer verder plakken, hè? Als je denkt, nou, ik vind hem toch wel erg saai geworden. Maar het leuke hiervan is, het is wel wat sneller werken, maar als het droog is, kan je niet zoveel meer. Maar even met zo'n natte lotiondoekje, zo'n billendoekje, ga ik even een paar dingetjes eruit halen die ik gewoon wel echt heel gaaf vind. Die ik wel zichtbaar wil houden. En ik moet altijd oppassen, want ik hou van een cacophonie. Dat dat dan niet meteen weer alles is. Hè, maar al wat deeltjes. Kijk, en dit is natuurlijk een ondergrond, daar kan je echt onwijs veel dingen kan je daarmee mee doen. Even kijken, Lisbeth, heerlijk dit soort dingen. Ja, met je handen. Ik vind het, vooral dit soort dingen doe ik echt vaak groot. Hè? Dat is echt dat paneel wat ik, of dat canvas wat ik van de week had afgemaakt met die vrouw die achterom kijkt. En ik heb echt nog steeds het gevoel dat die bij iemand anders thuis hoort. Maar goed, tot nu toe, ja, ik heb natuurlijk wel, het is een meter bij een meter. Dus hij zou zo'n beetje rond de €800, €1000 moeten kosten. Maar ik dacht, ja, ik wil best wel schipperen als die echt bij iemand thuis hoort. Maar goed, ja, voor alleen materiaalkosten gaat die helaas niet weg. Er zit natuurlijk ook een stukje van mijn ziel in. Dus ik hoop nog steeds dat er iemand voorbij komt die zegt, ja, die is voor mij. Nou, dan kun je eigenlijk verschillende dingen doen. Ik heb wat... Even wat stencils gepakt. Je kan ook wat art foamies pakken. Ja, maar eigenlijk over dit. Het is gewoon een basis. Even kijken hoor. Als het droog wordt, het doorzichtiger. Nee, dit is wel ongeveer zoals het blijft. Het zal ietsjes... Ja, je ziet al, het is al wel, hier al wel droog. Dus nee, lichter dan dit wordt het niet. Het is wel echt bedoeld als achtergrond. Zeg je nou, ik wil gewoon de cacophonie houden. Dan zul je wel echt iets erop moeten maken met echt licht. Hè, als een wit en een pastellen. In combinatie met heel donker. Om toch contrasten te krijgen. En even kijken. Mijn telefoon blijft dingen aangeven. Ik kan niet zien wat het is. Volgens mij heb ik nog gewoon batterij. Dus, art foamies. Wie weet niet wat art foamies zijn? En dan gebruik ik even de merknaam, want even kijken hoor. Ik was weer weg. Maar even kijken, Nettie. Wat weet je nog niet? Welk werk is het allround? Oh, merk. Dat is Acolor. Nou, art foamies zijn dus hele zachte stempels van foam gemaakt. De merknaam Art Foamies, daar heb ik hier in het atelier nog maar een paar van. Maar ja, die komen uit Canada, dus die zijn peperduur. En er zijn wat andere merken nu als Pronti. Dus zoals deze bijvoorbeeld, die verkoop ik.
En dus die staan ook wel op de site als foamstempels. Maar dat werkt gewoon heel lekker zacht. En dat vind ik, die geven wat, ja, wat transparante, mooie patronen. Nou, en stencils heb je natuurlijk ook in allerlei soorten en maten. En nou, ze staan bij mij ook niet eens allemaal op de site. Dus mocht je zeggen, ik wil ze allemaal eens zien. Ik heb gewoon een foto van mijn schap gemaakt. Maar deze is net een nieuwe, die vind ik zo mooi. Die had ik op mijn dame ook gemaakt. I may not be perfect, but parts of me are pretty awesome. En ook eentje met she believed, she could, she did, she want of zo. She did. Maar dit soort stencils is altijd leuk. Deze is van Stamperia. Is wel een wat dunnere, maar is echt wel te gek. Een soort paardenbloem. Gewone bloemen. Dus ik heb van alles even gepakt. Om maar te laten zien, wat kan ik in die achtergrond doen. En daarvoor pak ik meestal eigenlijk even een beetje donkere. Dit is gewoon een zwarte, ook van A-Color. Dus allemaal iets dunnere verf. Met iets minder pigment als de Amsterdam of de Deco Art. Maar alles kan. En ik vind altijd een sponsje lekker. Die ken ik wel. Even kijken. Oh ja, je bedoelt de Art Foamies. Nou, met de Art Foamies. Ik doe altijd een beetje zo sponsen. Hij hoeft ook niet helemaal. Dus je kan ook gewoon alleen in het midden doen. Het lekkere met zo'n paneel is dat hij gewoon hard is. En dat ik gewoon af kan drukken. En moet je kijken hoe gaaf dat wordt. En ik kan natuurlijk weer even een beetje bij. Laden qua verf. En soms kan je hem nog vaker afdrukken. Dan wordt hij steeds een beetje vager. Deze moeten wel eigenlijk vrijwel... Ja, ik heb een bak water staan. Meteen in het water. Want als deze hard worden, kan je ze eigenlijk wel wegdoen. En daarvoor zijn ze gewoon toch te duur. Dus die heb ik even laten zien. En met de stencils gaat het hetzelfde. Oh. Een beetje, en niet te dik. Ik doe gewoon een klein beetje op een sponsje. En de meeste van jullie kennen stencilen wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd nieuwelingen die dan denken, waar heeft ze het allemaal over? Dus een stencil is gewoon een plastic sheet waar een afdruk uitgehaald is. En daar gebruik ik nooit het hele vierkantje of rechthoekje van. Want dan wordt het heel saai. Dus ik leg hem een beetje aan, die foamy. En ik doe een deel van het stenseltje. Dus die kan ook zo schoongemaakt. Zo'n tekst hartstikke leuk. Maar ik weet natuurlijk nog niet, wil ik zo'n tekst hier wel op. Dus die ga ik niet gebruiken. Zo'n patroontje is altijd wel erg leuk. Maar hij moet ook niet te druk, want het is nog steeds een achtergrond. Maar zo kun je wel ook lekker spelen met kleur. Je kan het ook een beetje overlappen natuurlijk, je foamies en stencils. Die kan zo ook gewassen worden. En even kijken, dit is bijvoorbeeld ook een hele mooie. Er zit wat tekst. Even die weg. Er zit wat tekst en een plaatje. Die is ook van Stamperia. Maar vooral leuk dat je daar verschillende delen van kan gebruiken. Want het kroontje is een leuk patroontje. Het hart is leuk. Er zitten vleugels aan. En deze is ook van Stamperia. Dat is die mechanical van onze Griek Adonis. Die hier ook weer komt lesgeven in april. Een vrijdag en een zaterdag. En ik moet zeggen, dat is ook altijd wel leuk. Een beetje alsof daar wat platen geniet zijn op je canvas of je bord. Dus ik pas er echt voor op dat ik dus niet... Ja, die is echt vet cool. Dat ik dus niet dat hele stencil pak. Maar gewoon een klein stukje. Dus hoe leuk is dit? Nou, ik had natuurlijk nog veel meer liggen ook, hè? De bloemen, de paardenbloem. Maar voor dit stukje is dit echt genoeg als achtergrond.
Die leg ik ook weg. Goed, dit is nu hartstikke nat. Dus het is best lastig, hè, van wat ga je dan doen. Wat ik nog wel eens leuk vind, om ook gewoon met een stift, hè, letterlijk eroverheen. En Diana, ik weet niet of je nog kijkt, hè, maar ik had jou die opdracht zaterdag gegeven. Hè, om gewoon eens een beetje te droedelen. Deze is aardig leeg. Hè, bijvoorbeeld vanuit zo'n stencil. Naar een ander stuk. En ik moet dus echt oppassen dat het nat is. Kan je stift naar zijn gootje gaan. Dit is gewoon zo'n pigmentmarker. Dit zijn van die handige met zo'n mooie bijtelpunt. Daar kun je ook mooi mee schrijven. Die zijn iets van, ik geloof, €1,10. Ik weet niet eens of die wel op mijn site staan. Die heb ik in het roze en het paars. Dus je hoeft niet per se met donker te werken. Alleen, ja, ik vind vaak dat donker zo op die ondergrond. Ja, heeft gewoon wel wat. Maar het is natuurlijk nu bij mij allemaal heel fragiel nog. Even kijken, ik zie nog weer wat vragen. Geeft een mooi, ja, grafisch effect, klopt. En die je als laatste gebruikt, die vakjes van de Griek. Wat bedoel je daarmee? Dat die meer diepte geeft. Nou, ik zie dat ik mijn stift zo'n beetje naar zijn grootje help. Dus daar ga ik verder niet in werken. Nou, wat je dan bijvoorbeeld kan doen, hè, met dat handgeschepte papier. Ik heb hier bijvoorbeeld zo'n blad heb ik al uitgeknipt. En dan ga ik het even op een plekje doen. Nou ja, hier is hij iets. Ik ga hem een beetje droog maken. Manon, heb ik het mooie papier al gebruikt? Nou, nee. Ik was net, tenminste wel, waar heb ik nou mijn boekje gelaten? Deze, moet ik even terugkijken. Mijn boekje ben ik aan het verfraaien geweest. Dus die is ook bijna droog, dus daar kan zo ook wat bij op. Maar ik heb van de reliefbladeren wat uitgeknipt. Alleen het is natuurlijk nog vrij nat. En dat is natuurlijk, vind ik, altijd het nadeel van live. Is dat je, ik kan natuurlijk niet jullie eeuwig aan de lijn houden. Ja, maar eigenlijk zo'n proces, dat duurt wel even. Ik smeer het nu even achterop. Omdat natuurlijk mijn doek, eigenlijk zou ik dit eerst helemaal laten drogen. En dan pas ga ik dit plakken. Ik ga even lekker eronder smeren. En dit is natuurlijk wat dikker. Dus dat trekt er wel wat sneller in, zeg maar, als gewoon papier. Ik vind omhoog wel leuk. Dan zie je eigenlijk alweer. Oh. En dan ga je er ook weer een beetje overheen. En in dit geval pak ik dus wel een kwast. Want anders kom ik niet helemaal lekker in die nerfjes. Is het goed te zien zo? Ik zit even te kijken. Ik zie namelijk voornamelijk op dit stukje, zie ik jullie tekst. Even weer meekijken wat jullie schrijven. Even kijken. Dat hart met die vleugels en tekst en met die vakjes. Wat bedoelde je, deze? Dat je die wil of dat je die mooi vindt? Nee, die wil je natuurlijk. Ik ken jou. Je bent net als mij. Even oppassen, want dit is dus nat. Maar wat je dus nu ziet, is dat omdat het handgeschept papier is, integreert het de dunne delen, hè, als een soort kant. Maar en je kan het zelfs een beetje openpulken. Hè, bijvoorbeeld zo in die nerfjes. Is ook ontzettend leuk. Maar er is natuurlijk zoveel, en ik krijg nog veel meer handgeschept papier binnen.
Ja, bijvoorbeeld, Cathy, jij hebt met die bloemetjes. Dat is gewoon heel leuk om met wat inkt op te werken. Of bijvoorbeeld zo'n relief daarop te doen. En even een schaar. He, dus zo kan je uit dat papier stukjes uithalen. En ja, dat papier met die spiralen bijvoorbeeld. Dat is ook natuurlijk een hele leuke. Kijk, want zowel het restant. En ik heb hier een stukje restant. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon zo'n spiraal helemaal uitknippen. Maar ik zal zo'n stukje restant ook even... kan ik natuurlijk ook wat uitknippen. Spiraal. Eigenlijk moet hij weer door de midden geknipt. Anders dat zit ik niet helemaal goed te doen. Ik trek hem wel even een beetje uit elkaar. Waar is het droog? Nou, weet je, zo kan ik natuurlijk een beetje... Ik wil een beetje... Hè, hier komt natuurlijk nog iets. Hè, misschien zo'n giraf of whatever. Hè, dus ik ga nog niet helemaal in het midden zitten. Alhoewel, dit kan natuurlijk wel. Want het is gewoon een wat relief waar ik overheen kan schilderen. Want dat is leuk, het is allemaal papier. Hè, dus one way or the other. Het plakt en het... je kunt het naaien, ook dat handgeschepte papier. En het lijmt. En dan pak ik even een stukje. Ja, hier denk ik maar. Ja, dus ook hier ga ik weer. Dus je ziet al, ik gebruik dat medium echt voor zowel echt vastplakken als voor ondergronden, coaten. En hij zit nu weer lekker ingezeept. Ga ik die... nerfjes weer een beetje eruit halen. Hoe leuk is dit? Zo. En mijn spiraaltje. Even kijken. Deze is al aardig droog. Als ik gewoon eens een stukje lijm die kant op ga doen. Beetje inzepen. Omdat dit zo lekker... hij gaat iets zwart meekleuren. Zo lekkere textuur is. Het is een beetje kantachtig. Kan ik hem ook alle kanten op manoeuvreren. Dus ik hoef helemaal niet per se in spiraal. Kijk, daar is het nog nat. Ik ga een beetje die vissen achterna. Even kijken hoor. Zou het ook op Lutrador lukken? Nee, ik weet zeker dat dat lukt. Ja, want als ik nu voel hoe de textuur is, dan lukt dat. Even kijken, geweldig. Die bladeren, ja, dat is het. En even mijn live van zondag kijken. Of zaterdagmiddag. Die staat wel op mijn gewoon Pascal Tichelaar. Daar noem ik ook even de prijzen erbij. En ik weet het eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Volgens mij is zo'n heel fel van 50 bij 70. Volgens mij, die spiralen is... €3, geloof ik. Je mag ook een halve als je zegt, het is mij te veel. Maar ik moet zeggen, het is het echt waard. Ik heb zelf ooit, was ik ergens bij een speciale papierwinkel, had ik ze gevonden. Niet wetende dat ik ze zelf ook kon inkopen. En daar heb ik volgens mij €6 per vel of zo betaald. En dat vond ik het ook waard. Maar je ziet al, hè, het gaat gewoon heel mooi mee. Blendt het eigenlijk soort van in de achtergrond. Die bladeren heb ik ook in bloemetjes. Ja, dus, maar goed. En soms moet ik echt dit soort stukjes weggooien. Want ik weet niet hoeveel stukjes. Hè, maar hier, die bladeren is misschien ook wel leuk. Hè, weer op hierop. En dan dus met wat roze verf. He, dus een beetje zo bij die roos onderbij leggen. En dan met een beetje roze verf eroverheen. Dus dit is natuurlijk oneindig. Dus dit moet allemaal goed drogen. En wat ik meestal daarna erop doe is met
bijvoorbeeld, hè, zo'n, dit zijn die, die Stabilo All. En die heb ik in, wat is het, zwart, wit, blauw geloof ik. Ik moet wel weer bijkopen, want het gaan, die gaan best hard. En hiermee kan je, ja, letterlijk, hè, je kan zeggen, nou, ik maak wat schaduw zo om zo'n blad. Want het is namelijk een wateroplosbare potlood. Ik zal even in mijn art journal eentje laten zien. Want dit is eigenlijk allemaal nu te nat. Hè, want het medium moet eerst goed drogen. Maar is dit stukje helder? En, oh ja, wat ik nog wilde zeggen. Want Diana, die ook kijkt, die heeft van het weekend een hele mooie... Het was de Dromenvanger workshop, maar die had zij al gedaan. Heeft ze met haar handgeschepte papieren, zoals dit... Heeft ze dus op zo'n ondergrond een à la Klimt gemaakt. En allemaal delen van de lijven heeft ze dus verschillende soorten papier gebruikt. Even kijken wat ik hier aan het lichaam heb. Want bijvoorbeeld dit soort papier. En deze is dan inmiddels van mijn eigen collectie. Maar hè, dit soort papier. Dus er zijn nog een paar pakketjes mocht je het willen. Dus die staan ook op die van zaterdag. Gebatikt papier. Ja, maar ik kan je weer voorstellen als je dat weer vouwt en weer tot een boekje naait. Ik zit ondertussen even te lezen. Het is handig op de kop, hè? Ja, super. Leuk. Nou, mooi. Dit is ook weer heel mooi om stukjes van te gebruiken. Maar vooral Manon, wat Diana dus deed, dat vond ik wel echt heel erg gaaf. Tenminste, we kwamen een beetje samen op dat idee. Maar het, hoe het eruit kwam te zien, samen met dan het gezicht, echt, die moeten jullie even op mijn Facebook bekijken. En ondertussen moet ik altijd even oppassen dat mijn spullen niet naar zijn grootje gaan. Want kijk, dit soort dingen, als ik dat gewoon laat liggen, dan wordt het natuurlijk hard. Dus ik moet wel even een beetje schoonmaken en goed zorgen voor mijn spulletjes. Ik moet zeggen, stencils kan je op een gegeven moment ook een keertje in de biotex leggen. Maar artfoam is niet, dus vandaar dat ik die meteen in de waterbak heb gelegd. Even kijken, wat zie ik nog meer voor vragen? Een soort mozaïekdeel, ja precies. Zo. Ja, want als ik ze nu zo op elkaar laat liggen en dus met die verf er tussen, dan zijn over een kwartiertje zijn ze aan elkaar geplakt en is er geen land meer mee te bezeilen. En dan is het de hoop dat ze met biotex losweken, maar dat weet je dan eigenlijk niet. Goed, ik leg deze weer even weg. Ja, maar dit is al een heel mooi begin voor een schilderij. In schilderen met, even aan de andere kant, schilderen met hart en ziel, die ik iedere donderdagochtend geef. Daar mogen mensen dus ook echt kiezen wat je wil maken. Dat is ook altijd heel leuk om te zien dat de meeste mensen dus deze technieken kiezen. En je kan het natuurlijk nog extra kleur geven, dat zal ik even laten zien. Een pagina pakken. Waar had ik een pagina? Dus dat zie je wel, dat is ook altijd mijn smeerboek. Deze bijvoorbeeld. Hier zit bijvoorbeeld nog niet die donkere ondergrond op. Maar wat hier bijvoorbeeld wel mooi bij zou passen, zijn dus bijvoorbeeld wat van die vlinders en libelles. Dus ik knip maar even wat uit. En zo'n halve kan natuurlijk ook gewoon op de zijkant van mijn pagina. Maar het voelt ook zo lekker. Het is eigenlijk, ja, echt op de achterkant kan je gewoon ook zien dat het letterlijk handgeschept is.
Even kijken. Oh nee, die bloemetjes heb ik zo niet gepakt. Ik kan het grof laten. Ik kan natuurlijk ook iets preciezer uitknippen. Maakt ook niet zo heel veel uit. Want ik kan alles nog bijwerken met verf, met inkt. Wat ik maar leuk vind. En ik had ook nog inkt gepakt voor erbij. Maar ik denk dat dat is altijd zo in mijn creatieproces. Maar voor het uitleggen wordt dat een beetje too much. Zeker voor degenen die hier nieuw zijn. En het leuke is, wil je het gewoon zelf doen, dan kan je het terugkijken en lekker meedoen. Even kijken, wat zie ik hier nog meer? Je moet even bellen. Ja, je weet hoe het werkt, toch? Maar alles... Ja, weer plakken met medium. Kijk, stel nou bijvoorbeeld, hè, zoals hier de sprietjes. Dat je denkt, oeps, sprietjes zijn eraf. Dat is ook weer super leuk om met een linertje te maken. Om dat later weer toe te voegen. Dan zit hier natuurlijk onwijs mooie... Ik zou hem haast helemaal vol willen plakken, want er zitten nog echt super mooie libelles op. Maar het wordt een beetje veel anders. Nou, en toen zat ik vast aan mijn schaar. Dus deze heeft bijvoorbeeld mist een klein stukje. Die kan ik natuurlijk ook gewoon zo plakken. En eentje zo. En ook hier gebruik ik weer de medium. En ik zit ondertussen even te kijken. Ja, graag gedaan. Ik zie jou volgende week weer op de Kickstart. En ik heb nog jullie huiswerk te bekijken. En dan zit ik even te kijken. Daar zit wel net een heel leuk veertje. Even kijken of ik iets kan verplaatsen. Mijn kwast is iets nat, zien jullie. Maar dat geeft niet, want het medium werkt nog steeds prima. Kijk, je ziet eigenlijk doordat dat zo handgeschept is, zakt hij een beetje in de achtergrond. En ik heb nog geen idee wat ik ermee precies ga doen. Uiteindelijk maak ik dit soort dingen ook vaak gewoon op vakantie af. En je moet altijd even opletten als papier dus iets dikker is, zoals in dit geval het handgeschepte papier. Dat je hem eigenlijk even met rust laat en dan kijkt hoe je... soms als hij iets gaat bobbelen, moet je gewoon weer even lekker vegen. Hè? Of je kan met je pasje een beetje glad maken of met een paletmes. Hè, want dit wil ik niet heel bobbelig erop zitten. Maar ja, misschien wil jij dat wel. Hè? Dus ik zeg niks wat moet of wat niet moet. Hè, dit zijn gewoon wat leuke opties. En ik kan je voorstellen als dit droog is en ik maak... De achtergrond bijvoorbeeld wat meer lichtblauw, met misschien een beetje lucht. En je ziet nog steeds al dit mooie papier erachter doorheen. Dat je dus hele mooie pagina's kan maken met heel veel leuke thema's. En ik werk graag vanuit levensthema's. Dat is ook een beetje het art journalen. Van ja, wat er in je leeft, dat mag er ook mag je laten zien. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan deze inktpagina. Het was eigenlijk ook maar gewoon een lekker een beetje pielen met wat verf en wat stencils. En al met al komt er dan iets heel, heel moois uit. Dus je ziet wel, dit is maar een basis. Maar eigenlijk in mijn mixed media gebruik ik altijd stencils. Heel vaak verschillende soorten papier. Wat basisjes aan verf en vooral inkten werk ik ook veel mee. Dus daar ga ik ook nog een live over geven, de verschillende soorten inkten. En soms werk ik het bij met dit soort potloodjes. Maar soms ben ik ook gewoon lekker aan het frutten met verf. En ja, vind ik het niks, ga ik er weer overheen. En vind ik het mooi, versterk ik het vaak nog met wat Posca acrylmarkers. Dat zien jullie hier bijvoorbeeld bij dat wit. Daardoor komt de basis zo mooi naar voren.
Ja, maar dit moet ik eigenlijk even een tijdje laten rusten. Want het is natuurlijk nat nu. En wat ik bij deze net al even zei, je ziet wel het handgeschepte papier. Het is nog steeds lekker stevig. De roos zit er prachtig in. En je ziet wel het ricepaper zit er wat meer in. En het tissuepapier ligt er iets meer op. Maar die combinatie is juist heel erg mooi. Even kijken, toevallig vlinder uitgeknipt met jelly erop en ja, wat leuk. Weggegeven, ja, maar dat is ook altijd leuk om te doen, toch? Even kijken, afhaken, fijne avond. Jij krijgt, ik zit even te denken, jouw pakketje, had je die nou al binnen? Ik weet het op een gegeven moment niet meer, ik heb zoveel pakketjes tussendoor. En Birgitta, ik weet niet of jij nou ook kijkt, maar jouw pakketje komt eraan. Ilona, jouw pakketje komt eraan. Die gaan morgen met de post mee. Kijk, het is natuurlijk ook heel leuk om te doen. Als ik nou denk, nou, ik vind toch die Eiffeltoren gewoon veel te aanwezig. Hier moet hij weer even vastgeplakt. Kan ik natuurlijk ook gewoon die bladeren daarop leggen. Ik moet zeggen, ik vind het wel geinig. Dus ik denk dat ik eerder een beetje hier eentje zou doen. En misschien zelfs nog eentje. Dat was net een beetje kaal. Je kan ze ook laten overlappen. Dat is ook wel leuk, een beetje in de echo van het uitgescheurde papier. En dat er dan nog hier ook eentje komt. Dus, zo zie je. Alles kan en mag. Dan ga ik jullie even aankijken. Ging er iets niet helemaal goed. Hup. Volgens mij was ik even weg. Ik moest ineens mijn code weer intoetsen. Maar zo zie je dat er ontzettend veel te doen is met dit soort papier. Dus, hebben jullie nog vragen? Kijk, en daarom zit ik dus altijd onder de troep. Nou, als er geen vragen zijn, zeg je, ik vind het leuk hè, om die tissuepapier, dan zet ik ze gewoon even. Volgens mij heb ik een Word-bestandje waar ze bijna allemaal in zitten. Die kan ik je dan even sturen, dus als je me een pb'tje stuurt. Ja, Diana, weer net even anders, hè? En jij hebt natuurlijk heel veel van dat papier meegenomen. Dus lekker mee aan de slag. En dus als dat tissuepapier, heb ik nu die aanbieding. Ik weet het niet eens meer, ik heb zoveel. 5 halen, 4 betalen. Zeg je van die ricepapers, vind ik wel leuk. Die kan je vinden op mijn webwinkel. Samen met de stencils is eigenlijk ook. Ik heb een foto van het schap gemaakt. Dus vind je het leuk om even te zien wat zijn er voor stencils. Dan kan je die even krijgen. Ja, en het papier. Als je even kijkt op mijn gewoon Pascal Tichelaar. Daar heb ik zondag of zaterdag van wat er nog is. Heb ik een heel mooi filmpje gemaakt. Echt papiertje voor papiertje. Dat je kan zien welke. Hoe heet dat? Wat voor soort papier het is. En als je het leuk vindt, kan ik het ook tot zo'n boekje voor je naaien. En dan doe ik in het midden gewoon even de stiksel. En dan vouw ik ze gewoon zo op elkaar. En dit papier met de bloemetjes. En ik krijg ook nog klavertjes 4. En deze bloemetjes. Die komen dus allemaal weer terug. En dat worden ook A4 papieren. Dus ook iets handzamer, maar ook wat hele grote lappen. Dus die komen allemaal nog in de webwinkel. En dan leerpapier heb ik nog. Ja, zeker. Ik zal even de losse pakken. Dat leerpapier heb ik in de champagne kleur. Dus die glimt een beetje. Ja, en het is geweldig. Hè? Moet je eens voorstellen zo. En na je daar dus, of plak je daar jouw een beetje die vellen in, wat ik net heb laten zien met dit soort technieken.
heb je toch een fantastisch boek, hè, om lekker mee te nemen op vakantie bijvoorbeeld. Hè, dus eigenlijk, daarvoor gebruik ik dus, hè, dan is dit zo'n leren kaft. En daar kan je dus weer wat tissuepapier en dergelijke op plakken. En nou ja, met allerlei papieren erin. Hè, en dit zijn gewoon restantpapieren. Maar hè, daar ga ik wel weer op tekenen en schilderen. En stukjes van lapjes. En ja, dus en eigenlijk, ik zit even te denken, deze, die heb ik dan hier in het rood. Maar die komt ook terug in het paars. Dus ik heb nu eigenlijk van alles net weer bijbesteld, omdat eigenlijk binnen een week ben ik bijna los. Dus ja, kan je wel een beetje nagaan hoe populair het handgeschepte papier is. En ja, zo mooi. Maar ik krijg ook weer allemaal dit soort losse vellen. Dus van batik tot, nou ja, wat ik allemaal in het begin liet zien. Hè, met, hier zit zelfs bladgoud nog in. En dus kijk anders eventjes op mijn gewone site. Daar staat, volgens mij zijn er nog 5 pakketten. Nog een lila variant, een beetje bruin-beige, een groene volgens mij nog, een blauwe en een rode. Dus volgens mij zijn er 5 pakketten en dan nog een aantal losse vellen. Dus de losse vellen zijn de laatste, maar weet je, in principe binnen een week heb ik ze weer binnen. Dus pb het me of kijk even op www.creatiefcoaching.nl/winkel. Of even onderaan het roze winkelwagentje aanklikken. En nou ja, heb je nog vragen die je te binnen schieten? Als je misschien morgen of van de week zegt, ik ga dit lekker doen. Laat het me weten. Wil je wat meer leren, hè, over echt hoe je iets erop maakt? Hè, zoals mijn giraffen. Nou ja, die dames, dat doe ik niet helemaal. Dat is echt wel een meer een... Er zijn een heleboel andere dames die gezichten doen. Al moet ik zeggen, in schilderen met hart en ziel doe ik dat wel. Want dan mag je gewoon zelf kiezen, hè, wat je wil. Maar voornamelijk bij wat losse workshops. Zoals van het weekend dan de Dreamcatcher. Dan gaan we er echt ook helemaal iets van maken. En daarvoor is eigenlijk een live. Ja, dan ben je gewoon 3 uur bezig. Omdat je moet feunen. En weer verder. He, dus mocht je dat leuk vinden, pb me even, dan kan ik je wat dingen aanreiken die je zou kunnen doen. Hier, maar dat is wel hier in het atelier, die zijn nog niet online. Zijn er verder nog vragen? Dan wens ik jullie een hele fijne avond. En ja, Saskia, als je wil, ik kan zo'n leerpapier even voor je apart houden. Dan, want ik zie jou natuurlijk over 14 dagen weer. Nou, ik zie verder geen vragen binnenkomen. Soms is hij een beetje traag, dus ik wacht heel even. Ingrid, graag gedaan. Ik had, ik had gereageerd op jouw huiswerk. Maar ik kreeg hem zelf weer binnen. Heb jij hem gehad en per ongeluk weer naar mij teruggestuurd? Of heb ik hem gewoon naar mezelf gestuurd? Ja, wil je ook nog meer papier? Nou, Manon, ik ga gewoon bijbestellen hoor, want dit was zo te gek. Nou, graag gedaan. Ja, 2 vellen leerpapier. Ik ga het meteen opschrijven, want ik vergeet dit soort dingen onmiddellijk. Saskia, 2 keer leerpapier. Yes. Niets gehad. Ingrid, ik loop zo meteen naar de computer. En ik ga hem nog een keer verzenden, want dan heb ik toch echt... Ik denk dat ik weet hoe het komt. Ga ik je zo mailen. Maar ik had... wanneer heb ik het gedaan? Zaterdag? Zaterdagmiddag? Ja, Manon. Super. En jullie allemaal een hele fijne avond. En nou, geniet van papier. En wil je papier? Ik ben echt papierfriek. Inktfriek. Techniekfriek. PB me. Of kijk even in de winkel. Want ja, er is zoveel... Maar het is bijna niet allemaal in de winkel te zetten. Dus wees welkom ook hier in het atelier. Fijne avond allemaal. Graag gedaan. Doeg!